De Bijbel zegt, 1 zal 1000 verslaan en 2 10.000. Dat betekent niet 1.000 en 100.000 samen 2.000, nee. Als er een divine connection is, als er een goddelijke verbinding is, dan is er een vermenigvuldigingsfactor 10. En dat heb ik ervaren met Pastor Kingsley. We know each other for 20 years. En wij hebben inmiddels het verhaal in een boek geschreven. Nou, mijn vrouw is geen lezer, maar die heeft het in één ruk uitgelezen. Echt. En als ik terugkijk, ik kan het zelf bijna nog niet geloven wat God gedaan heeft. En vandaag ga je daarover horen. Je kan straks na afloop het boek daar kopen. Maar je gaat van Kingsley horen en van mij horen. En ik ben ervan overtuigd dat het een onvoorstelbare bemoediging is wat God kan doen als je nauwgezet luistert naar zijn stem. En doet wat hij je zegt. Mag ik een warm applaus voor mijn longtime friend Kingsley Lazarus. Good morning, everyone. Goedemorgen allemaal. It is truly a honor, joy, privilege for me to be here. Het is eer en vreugde om hier te zijn vandaag. Vlissingen is not too new for me. Vlissingen is niet echt nieuw voor mij. I know Vlissingen from 1999. Ik ken Vlissingen al van 1999. This was the first town in the Netherlands, or rather in Europe, that I stepped in to preach. Dit was de eerste stad waar ik sprak in Europa. And it brings me a lot of nostalgic moments that I remember from. Zijn veel nostalgische herinneringen die naar boven komen. And I'm so privileged to be here in this church. En ik vind het een groot voorrecht dat ik vandaag hier in deze kerk mag zijn. That you are a blessing to this nation and the nations of the world. Dat jullie een zegen zijn voor dit land en een andere land. Pastor Roy and Anita, they were such a warm couple for us. So pleasant. Roy en Anita hebben ons zo warm verwelkomd. And I'm thankful to Pastor Jaap and Mama Antje for bringing us here with you. And for Jaap and Antje die ons hier gebracht hebben. I've come here with my wife Anita who is in the back. And ik ben hier met mijn vrouw Anita die zit hier achterin. And I really want to bring you an encouraging word from the Word of God. En ik wil jullie bemoedigen vanuit Gods woord. And the God that we serve in India. En de God die wij dienen in India. Is the same God you serve here in Vlissingen. Dezelfde God die jullie hier in Vlissingen dienen. And so the God who does wonders and miracles back there in the nation of India is able to do the same for you here in this nation. De God die wonder in India doet, kan dezelfde ook hier doen. And I want to tell you that if you are ever looking for an escape route, there is no escape route in the plan of God. Als je zoekt naar een uitweg uit het plan van God, die bestaat niet. We just have to go through it. We moeten er doorheen. And you know, so this morning as I was preparing to be with you. Het is deze morgen terwijl ik me voorbereid om hier te zijn. The Holy Spirit kept on prompting in my mind. Kwam de Heilige Geest en sprak tot me. To let you know. Om jou te laten weten. There is no escape route. Dat er geen uitweg is. There is no plan B. Er is geen plan B. There's only one plan, and it's the plan of God for your life. Maar één plan, en dat is het plan van God. And His plan is always good plans. En dat plan is altijd. And the book of Jeremiah says His plans is to prosper you. En de Bijbel zegt zijn plannen zullen je voor. And His plans are higher as the heavens are from the earth. En zijn plannen zijn hoger dan de hemel en de aarde. So He has a better plan for you. Hij heeft een veel beter plan. So if any one of you are praying today. Dus als een van jullie bidt vandaag. God, help me out of this. En zegt, Heer, help me hieruit. Get me out of this. Help me hieruit. Get me out of this. En laat me hier niet langer in. I have a good news. Heb ik goed nieuws. You will be disappointed. Dan zal je teleurgesteld worden. God is not going to help you out of it. Hij zal je er niet uit helpen. But the good news is. God will help you through it. I help you the doorheen. He will help you through it. I help you the doorheen. You know, the Bible says in Isaiah 43 and 2. In Isaiah 43 vers 2. Though you walk through the waters. Daar staat als je door het water. Though you walk through the fire. En door het vuur gaat. It will not harm you. It will not burn you. Het zal je niet schade brengen. Het zal je niet branden. But the best part of it. He says, I will be with you. Het mooiste gedeelte is, maar ik zal met u zijn. So some of us are praying, God, help me out of this water. En sommigen bidden misschien, Heer, help me hier alstublieft. Help me out of this fire. Help me uit dit vuur. Help me out of this sickness. En uit deze ziekte. Help me out of this disease. Help me out of this debt. Deze problemen, deze schulden. Let me tell you, God will help you
through it. Maar God zal je er doorheen. As you go through it, en als je er doorheen gaat, be with you, zal hij met je zijn. And help you come out of it as a victorious person with a testimony. En dan zal je er doorheen komen en eruit komen als een overwinnaar met een getuigenis. I'm so glad I can tell you this word that the Holy Spirit put in my heart this morning. En ik kan je zeggen, dit is het woord dat de Heilige Geest er meer in mijn hart gezet. You know, I was back in 1999 as a student in Vlissingen. Ik was als een student, kwam ik hier in Vlissingen. I was studying in a Bible school back in England. Ik studeerde in de Bijbelschool in Engeland. And I took a ferry from Dover to Ostend. En ik nam een pont van Dover naar Oostende. And from Belgium, Ostend, we drove to Vlissingen. En vandaar reden we naar Vlissingen. And I preached in a few churches and in the streets of Vlissingen town center. En ik heb zelfs in het centrum van Vlissingen gesproken. I've given een aantal kerken. I've given flyers in the pubs on Saturday night. En op zaterdagavond hebben we folders uitgedeeld in cafetjes. I've had some interesting encounters in Vlissingen too. Ik had wat bijzondere ontmoetingen toen. You know, I remember giving out a flyer with a hot chocolate to somebody who was drunk in the night. Ik kan me herinneren, ik gaf iemand een flyer a flyer and a hot chocolate. In the flyer. No, I give a flyer and a hot chocolate. Oh, I gave him a folder and a warme chocolade. You know, and we were trying to tell them Jesus loves them. En ik probeerde hem te vertellen, Jezus houdt van jou. And that guy showed his love back. He poured the hot chocolate on top of my head. Maar hij wilde mij zijn liefde betonen door die chocolade over mijn hoofd te gooien. That was an experience here. Dat was wel een bijzondere ervaring. You know, but through it all, God helped me to come, and still I'm standing here in this church, and I love you. Het was door alles en ben ik blijven komen en vandaag mag ik hier weer staan in deze kerk. So again, I say, if you're going through a season of disappointment, ik wil dus zeggen, ga je door een seizoen van teleurstelling. A season of frustration. Of frustratie. Things are not happening the way you expected to happen. De dingen gaan niet zoals je verwacht had. Remember the words, Isaiah 43 and 2. Denk dan aan Jesaja 43 vers 2. Whatever you go through. 42 vers 3. Whatever you go through. Waar je ook doorheen gaat. It will not overwhelm you. Het zal je niet overweldigen. God will be with you. God is met je. He will give you the strength to endure that season. En hij zal je de kracht geven om het doorheen. And you will come out with a testimony. En je zal het uit de voorschijn komen als overwinnaar met een getuige. You know, I remember times walking on the boulevard in Vlissingen. Ik kan me herinneren dat ik over de boulevard wandelde. And there is a long, beautiful boulevard. I was walking there all by myself. En ik wandelde daar in mijn eentje. I didn't know what I was going to do with my life. Ik dacht, wat zal ik met mijn leven gaan doen? I was finishing my Bible study. Ik was klaar met de Bijbelschool. And I was full of the Word. Ik was vol van het woord. I wanted to do something for the Lord. Ik wilde iets doen voor God. But every direction I was looking for, it was not working through. Maar welke kant ik ook probeerde, het leek niet te werken. And I really was seeking the face of the Lord. En ik was op zoek naar het aangezicht van God. And it was in this city of Vlissingen. En het was hier in Vlissingen. Lord put in my heart a vision. Gaf God mij een visie. To bring his love to the broken world. Om zijn liefde te brengen aan de gebroken wereld. And I went back to India. En ging terug naar India. Back in the year 2000. In het jaar 2000. And started working with the little things God gave me to do. En ik begon met de kleine dingetjes die God mij toevertrouwde. In the villages. In de dorpjes. In the hills. In the forests. Bergen, in de bossen. You know, in the tribal villages. In de waar de stammen woonden, in kleine dorpjes. I mean, these are tribal groups of people live deep in the forests. Dat zijn kleine stammetjes die leven dan daar helemaal diep in het oerwoud. Very dangerous groups of people. Hele gevaarlijke situaties. But the love of God that was coming out of me, maar de liefde Gods die in mij was, was able to transform lives. Was in staat om invloed te hebben en levens te veranderen. It was not a great start. Het was geen grote start. Always starts are small, right? Meestal beginnen grote dingen ook. Always beginnings are small. Alle begin is klein. That's why the Bible says, do not despise small beginnings. Daarom zegt de Bijbel, veracht de dag de kleine dingen niet. So I started small, insignificant. En dus ik begon klein en onbetekenisvol. And then God gave me a vision to take care of the abandoned. En toen gaf God mij die visie om te zorgen voor degene die in de steek gelaten. My life was turned around to people, to lives that was rejected and that were thrown away.
diegenen die waren afgewezen en weggegooid. I was not connected with influential people. Ik was niet verbonden met invloedrijke mensen. I was not in a place where the world was able to look at me. Er was niet zo dat de wereld zo naar mij opkeek. But I got connected to the people the world didn't want to see. Ik was juist verbonden met die mensen waar de wereld niet naar wil kijken. But I understood while I was connected to those people. Maar terwijl ik verbonden raakte met deze mensen. Though the world did not want to know about them. Waar de wereld niks van wil weten. God was full of them. Was God daar vol in. God loved these people. God houdt van deze. And God had a passion for these people. En hij heeft een passie voor deze. And that mensen. Passion came into my heart. That love is what brought me into the ministry. Deze liefde heeft mij dat veroverd. You know, that is the passion that is keeping me alive today and moving forward. Die passie die drijft ons. And I can just show you the kind of people that I was attracted to minister to. Ik wil je laten zien de soort mensen die waar ik me toe aangetrokken voelde. Would you kindly project those pictures? Kun je iets van die foto's laten zien? These were the lives that God brought me to. Dit zijn de levens die God op mijn pad bracht. These were lives were rejected. Kinderen die weggegooid zijn. Thrown away. Weggegooid. No name, geen naam. No identity, geen identiteit. Nothing, niets. Their own mothers who gave birth to them rejected them. Hun eigen moeders die hebben hun verworpen. And these were the lives that God connected me to. En God verbond mij aan dit soort kinderen. It was an insignificant beginning. Het was een heel klein begin, onbetekenisvol leek het. There was no attraction to it. Er was geen aantrekkingskracht. The world didn't want to see this. De wereld wil dit eigenlijk niet eens zien. But let me tell you, those nameless babies, God had a name and future for them. Maar deze naamloze kinderen, God heeft een naam en een plaats voor hen. And God called me to be a minister to these children. En God riep mij om vader te zijn voor deze. And I can tell you in the last 25 years. In de afgelopen 25 jaar. Since the year 2000 I started serving these kind of people. En ik begon met deze zorg te dragen voor deze kinderen. We have rescued from this condition 1,312 babies. Even more Kingsley. Hij zegt niet de volle waarheid. Sinds dat we samen optrekken in de nieuwe stijl hebben we 1312. Maar daarvoor hadden we er ook al 1000, maar die hebben we overgedragen aan andere organisaties. God has really helped us to do way beyond what we came in to do. En hij heeft ons geholpen ver voorbij wat wij verwacht hadden dat hij zou doen. And I want to encourage you today. En ik wil jou bemoedigen. You might be going through a season of insignificance. Je gaat misschien door een seizoen van betekenisloosheid. You think, I'm so small. Je denkt misschien, wie ben ik? What can I do? Wat kan ik doen? What can my situation, anything get better in my life? Wat zou er beter kunnen worden in mijn leven? I'm standing here as a testimony. Maar ik sta hier als een getuige. It was in this blessing and the Lord touched my heart. Het was in deze stad dat God mijn hart aanraakte. It was in this blessing and I was connected to this man of God. Het was in deze stad dat wij al met elkaar leren kennen. As he said, one can put 1,000 to flee and two can put 10,000 to flee. Wat de Bijbel zegt, één kan 1,000 en twee 10,000 verslaan. God always has divine partnerships. God heeft goddelijke connecties. And I want to tell you in your life. En ik wil je zeggen. Your divine partner is the Holy Spirit himself. En je goddelijke partner is de Heilige Geest. If you know how to partner with him. Als je met hem samenwerkt. He will take you in different ways and use you for his glory. Dan zal hij je gebruiken op allerlei manieren voor zijn eer. And I encourage this church. En ik wil je als gemeente bemoedigen. May you understand the call of God upon your church. Dat jullie de roep van God zullen verstaan voor dit huis. You are never too big, you're never too small. Je bent nooit te groot of te klein. God can use you wherever you are. God kan je gebruiken waar je ook bent. For your society, for your community. Voor je samenleving, voor je stad. For your nation. Voor je land. And the nations of the world. En de naties van de wereld. You know, I remember the time when we were here.
when God gave us a vision to go out and preach the gospel. Toen God mij riep om het evangelie te prediken. And the vision was materialized with a gospel truck. En we hadden de visie voor een gospel truck. And the gospel truck, we designed the gospel truck and we made a truck out of the vision God gave us. En God gaf dus de visie om zo'n truck te ontwerpen met een podium en alles. It was a truck with everything in fit. I mean, from audio, light, generator to easily reach 1,000 people. En het was ontworpen met licht en geluid en podium en generator en elektriciteit om makkelijk 1,000 mensen. It took us almost 6 months to get it pictured and come physically available. En het duurde ongeveer een half jaar voordat we dat helemaal rond hadden gemaakt. Once the truck was all set. En toen die truck helemaal klaar was. I called all my friends and people. I said, this is the truck. We're going to take them into the unreached areas and preach the gospel of Jesus Christ. En ik zei, deze truck gaan we gebruiken om naar de onbereikte gebieden te gaan. Om mensen naar de evangelie te bereiken. I thought at the end of my speech, there will be a great applause. En ik dacht, nou, dan krijgen we vast een mooi applaus. But nothing happened. Maar er gebeurde niks. People were afraid, in fact. In feite waren ze een beetje bang. There is enough problem of gathering in an indoor church in India. Het is al problematisch genoeg om in een kerk samen te komen in India. How much more problem we will be able to face if we are out in the streets. En wat dan als we zo openbaar op de straat met zo'n truck gaan? So people are not excited. De mensen waren niet zo opgewonden. But God chose his own people like the people with Gideon. Maar God had zijn Gideons bende ook voor ons. He had his own people. Though they were weak, but God gave them the strength. We hadden een groep van mensen, al zijn ze zwak, God gaf ze de kracht. We came out with a small team with the first gospel truck. We hadden een klein team met de eerste gospel truck. Back in the year 2018. In 2018. And we started seeing God moving in a wonderful way. En we zagen hoe God op een wonderlijke manier begon te werken. We were able to go into villages, towns, streets, cities, never heard the gospel before. En we gingen naar die dorpen, steden en gehuchten waar nooit het evangelie was gebracht. And one by one we started seeing people accepting the gospel of Jesus. En we zagen één voor één mensen Jezus aannemen als hun verlosser. And everywhere we went there was a new church birthed. En overal waar we gingen werd een nieuwe kerk gebouwd. And it was a supernatural way God led us. En het was boven natuurlijk hoe de Heer begon ons te leiden. To make a whole big story short, I can tell you. Ik kan je vertellen om een lang verhaal kort te maken. God blessed the mission and the vision and extended and added one truck at a time. En de Heer heeft ons een visie verbreed en verdiept en Eén na de andere truck kwam erbij. And truck after truck after truck, we were able to take them to different regions of our state. En uiteindelijk namen we al die trucks mee naar al de verschillende regio's in de staat Tamil Nadu. And the teams were multiplied. En de teams werden vermenigvuldigd. And the trucks, wherever they went, they took the presence of God. En waar die trucks ook gingen, zij droegen de tegenwoordigheid van God met. I believe the trucks were like in the Old Testament, the Ark of God's Covenant. Die trucks die leken wel alsof zij de tegenwoordigheid van de ark met zich meedroegen. Wherever the trucks went. Waar die truck ook ging. Darkness had to move. Ging de duisternis bondages had to break. Gebondenen werden bevrijd. God brought such a freedom. Er kwam zo vrijheid. And release of salvation to humanity. En de mensen werden massaal gered. People at the end of the meeting were literally rushing to the truck asking how to receive salvation. Mensen renden letterlijk aan het einde van de dienst naar het podium om te zeggen hoe kan ik ook gered worden. One by one the Lord blessed the mission and extended and enlarged it. En zo groeide ons werk naar alle richtingen. Today we have a team of 40 gospel trucks. We hebben vandaag de dag 40 van die gospel trucks. Reaching out every single day. Die elke dag uitgaan. And you know, in the beginning we had a fear of doing one crusade with that truck. In het begin waren we bang om één campagne te doen met die truck. I can tell you today. Maar vandaag de dag. Every month. Elke maand. We do 1,000 crusades with 40 of our trucks together. Hebben we meer dan 1,000 crusades. 1,000 crusades. Meer dan 1,000. This is a miracle that God
has been doing in our lives and our nation. En dit is een wonder dat God in ons leven en ons land heeft gedaan. The Indian government is not favorable for the church. En de regering, centrale regering van India heeft geen open hart voor. They do not appreciate what we do. Zij hebben geen waardering voor wat wij Yet doen. The heavenly government is backing us up. Maar het hemelse regering draagt ons. So when there is no way, God opens a way. Maar geen weg is, maakt God een. And I can say in 1 year, last 2023 alone. In 2023 alleen al. We have seen 3 million people accept Jesus Christ as a Savior. 3 miljoen mensen gezien hebben die een keuze maken voor. And I want to encourage you this morning. En ik wil jullie bemoedigen vanmorgen. The Lord can do that through this church. En God kan het ook door deze. The Lord kerk can doen. Do it through you. Hij kan het door jullie ook doen. And all that you need to do, alles wat je moet doen is not have a prayer to escape the problem. Je moet niet proberen weg te lopen van de problemen. Not ask God, Lord, take me out of this trouble. Niet bidden, Heer, haal die problemen van mij weg. Ask God to give you the wisdom, knowledge, strength to go through the season. Bid voor wijsheid en kennis en inzicht en volharding om er doorheen te gaan. Whatever the enemy brings. En want wat er ook gebeurt. God will change every evil for good. Hij zal alle dingen laten meewerken tegen. And I want to encourage you this morning. En ik wil je bemoedigen vanmorgen. Your prayer. Jouw gebed. Your partnership. Je partnerschap. In the hand of God. In de dingen van God. Can do wonders. Kan wonderen veroorzaken. So whoever you are. Wie ook bent. You may think, well, I'm not in India. Je bent niet in India. But I'm not a preacher. Misschien ben je geen. I have family, I have life, I have something to do. Ja, ik heb mijn werk en mijn gezin en alles. Let me tell you. Maar laat mij zeggen. We are no better than you. Wij zijn niet beter dan jullie. But one thing we did. Maar één ding hebben we gedaan. We partnered with Jesus. We zijn een partnerschap aangegaan met Jesus. And that Jesus is available even in Vlissingen. En die is ook beschikbaar hier in Vlissingen. Even in your life. In jouw leven. If you partner with him. Als je met hem partnert. And all that you ask God. Help me to do what you want me to. En je zegt, Heer, help mij te doen wat u wil dat ik doen zal. Your actions, your words will have effect in lives of people you never thought about. Zal jouw leven invloed hebben op andere mensen waar je het nooit van verwacht had. You know, little actions. Kleine acties. I remember many, many years ago I was traveling somewhere in Europe. Veel jaren geleden, ik reisde door Europa. I was on a train which was full. The seats were full. En die trein zat helemaal vol met mensen. And there was a precious lady. En er was een vriendelijke dame. She did not have a seat to take. Die had geen stoel om te zitten. She was weak in her legs. En ik zag dat ze moeite had om te staan. I had a seat. En ik had wel een stoel. And I looked at her. I had no common language with her. En ik keek naar haar, maar ik kon niet met haar communiceren. I said, madam, take my seat. En ik zei, mevrouw, wilt u mijn plaats? And I was standing. En ik ging staan. And the trip was almost few hours. It was a long journey, long train trip. Het was een lange reis. And as standing, I was just chatting with her and telling who I was. En ik begon met haar te praten en vertelde wie ik was. The station, the destination came, we parted. En uiteindelijk kwamen we op onze bestemming. But let me tell you. Maar ik vertel u dit. That one small journey. Die kleine reis. Me standing and she sitting in my seat. Terwijl ik ging staan en zij op mijn stoel ging zitten. Made her curious the God that I was serving. Maakte haar nieuwsgierig om te luisteren naar het verhaal. And we had a communication on the email starting to ask, who are you? What do you do? En we begon met haar e-mail contact te krijgen. Wie ben je? Wat doe je? And I told about my Jesus. En ik vertel daar over Jezus. And I can tell you that lady accepted Jesus Christ as the personal Savior. En zij accepteerde Jezus als de redder en verlosser. She joined in a church somewhere in her hometown. En ze is ergens deel geworden van een kerk in haar stad. Till date, we communicate through the email and praising God for the wonderful things God is doing. En tot de dag van vandaag heb ik af en toe contact met haar over de dingen van God. I'm not from that nation. Ik ben niet van dat land. I do not know their language. Ik ken zelfs hun taal niet. But just an action of kindness. Maar een kleine daad van vriendelijkheid. Change a life from eternal damnation to eternal salvation. Veranderde een leven van eeuwige vervloeking naar eeuwige zegen. God can do that in your life. God kan jou daar ook voor gebruiken. So I want to encourage you this morning. Ik wil je vanmorgen bemoedigen. This evening I'm going to be preaching more different about what the Lord is doing in India through the Word of God. But
Dus I just want to leave it with an encouragement this morning. Ik wil het vooral bij deze bemoediging laten vanmorgen. There is a great potential in your life. Er is een grote potentie in uw leven. Nobody is too small, nobody is too big for God to be used. Niemand is te groot of te klein voor God om gebruikt. If you can only give your life and partner with Jesus. Als je alleen maar je verbindt aan Jezus. He will use you mightily. Hij zal je machtig gebruiken. We have few videos to show you from the work of the Lord. We willen je een paar video's laten zien van ons werk. I hope those videos will touch your heart. En ik ben ervan overtuigd dat deze beelden zullen raken. And may the Lord use you mightily for His. En dat de Heer je ook zal gebruiken voor zijn werk. Once again, God bless you. God zegen. And if you have time, join us this evening. En als je kan, kom dan vanavond. I'm sure you're going to hear good stories, great things, what the Lord is doing in our. Dan hoor je andere prachtige dingen. Abba Healthcare is a non-profit organization. Oké, dus we gaan even naar een filmpje kijken. Amen. Abba Child Care is a non-profit organization dedicated to humanitarian aid, primarily focusing on vulnerable groups such as orphans, widows, street children, and Dalits, untouchables, in India. The organization provides various forms of support, including shelter, food, medical care, education, and social programs to assist these communities. Abba Child Care has also established agricultural projects to generate sustainable income for the local population, and works on creating adoptive families for children who would otherwise roam the streets. In South India, we have 4 farms totaling 26 hectares. At our mango farm, one of our farms, we harvest between 26 and 28 tons of mangoes annually. This yields enough income to support 375 Dalit families. The goal of our farms is to provide Dalit families with a promising future. In addition to our agricultural activities, we also focus on aiding street children, orphans, and widows who lack assistance. Currently, we have around 1,400 children under our care, and our aim is not only to provide them with a roof over their heads, but also a family and a future. By placing a child with a Dalit family, we not only give the child a home, but also provide the family with a stable future. This creates hope for those who are most hopeless. One of our other projects is the Raphael Life Care Hospital in Uttermeru, a project that started a few years ago and has now led to the completion of a beautiful building. In this area, there was an urgent need for medical care. Many people died unnecessarily simply because they did not have access to the care they needed. An example of this is a pregnant woman who died before she could reach a hospital. Our focus is on the untouchables, the Dalits, who often do not receive help and do not have access to the necessary financial resources. Therefore, the Raphael Life Care Hospital offers free medical care to the poor. Thanks to the support of our sponsors, all of this has been made possible. We are now striving to obtain qualified doctors and the necessary equipment to become fully operational. But that's not all. This is our Gospel Healing Truck project. We now have 40 of these trucks hitting the road daily. With these 40 trucks, we organize about 1,000 gatherings per month. Each truck does this approximately 25 times, and at each gathering, nearly 250 people make a choice for Jesus. That amounts to 250,000 per month and 3 million last year. This year, we hope to repeat and even double this success by God's grace. We are grateful for the strategy that God has given us, and it is our privilege to involve you in this. We are particularly looking for people who are willing to pray and support this work, as it costs a lot of money. It costs us 80,000 euro per month to send out the 40 trucks daily, including teams, full-timers, fuel, road taxes, accommodation costs, and more. But the reach is enormous. A church or company, for example, can sponsor a truck, but smaller contributions are also welcome. Converted, we can reach almost 3 people for Jesus for 1 euro. So even small contributions can bring in a great harvest. That's why we invite you to take a look at our website, abbachildcare.org. We will keep you informed through our website so that you can be involved in this great harvest. Thank you if you are willing to pray for our work. On behalf of all orphans, widows, and all other helpless people, we would like to thank you for your support over the past years. This year again, we are in great need of all support. Therefore, we ask you to pray for us and, if possible, to support us financially. For more information, go to our website, abbachildcare.org. Thank you, and may God bless you all.
ABBA Child Care is a non-profit organization dedicated... Eén keer is genoeg. Als je hem vaker wilt zien, ga naar YouTube of abbachildcare.org. Maar ook op YouTube, als je ABBA Child Care, dan vind je nog veel meer filmpjes. Want we kunnen eigenlijk alleen maar de top van de ijsberg laten zien. Er gebeurt zoveel. Maar mijn vraag aan jullie is, hè, want ik ken natuurlijk deze kerk ook al meer dan 30 jaar. Ik kwam hier al toen het nog Berea heette. Maar wat is jullie visie? Hoeveel mensen zouden jullie willen winnen dit jaar voor Jezus? Wie durft iets te zeggen? Ja, jij niet, je bent geen deel. Hè? Nou ja, maar laten we zeggen, hoeveel mensen zouden we komend jaar kunnen winnen voor Jezus? Wat is je hoop? Wat is je verwachting? Wat is je geloof? Hoeveel verwacht je er te winnen voor Jezus? Wie durft iets te zeggen in geloof? Verdubbeling? Nou, dat is wel. Hoeveel hebben jullie mensen? 120? Oh? 170. Dat zou dan 340 zijn. Dat is echt wel geloof, hè? 170 zielen winnen, ja? Iemand anders? Nee? Nog anders? Huh? Twee mensen? Je bedoelt persoonlijk twee mensen winnen? Nou, als iedereen er twee wint, dan is het dus 3 keer 170, hè? Maar wat als ik jullie zeg dat jullie het komende jaar... Luister wat ik nu zeg. Minimaal 75.000 mensen voor Jezus kunnen winnen. Als Hope for You kerk. Kun je dat geloven? Wie zegt dat durf ik te geloven? Oh, dat zijn maar heel weinig hoor. Huh? Ik zeg dat het kan. Door partnerschap. Want als jullie als gemeente één truck zouden sponsoren voor een jaar lang. Want je ziet daar ook de banners wel. Maar wij hebben nu afgelopen jaar. En ook dit jaar gaan we over de 3 miljoen. Sinds we zijn gestart zitten we bijna aan 9 miljoen beslissingen voor Jezus. Er zijn duizenden. How many churches are birthed? 9000? 9000 kerken zijn er ontstaan sinds we deze weg zijn ingeslagen. En elke truck kan dus kost 25.000 euro, maar in een jaar tijd haalt een oogst binnen van 75.000 euro. Dat zou ook op konto van Hope for You kunnen staan. Want David zegt tegen zijn strijders die met hem meegaan, dat degenen die bij het pak goed achterblijven, zullen delen in de winst. Je hoeft niet eens te gaan, maar weet je, de Bijbel zegt dat de oogst is groot, maar arbeiders is weinig en het loon is ingehouden. Een van onze grootste uitdagingen is, hoe krijgen we elke maand die 100.000 euro om die 40 trucks gewoon, dat ze niet langs de weg stilstaan. En als jullie zouden besluiten als kerk van, wij gaan God geloven om 25.000 euro te genereren en een truck een heel jaar te sponsoren, dan komt er een oogst binnen. Eigenlijk, je outsourced ons. Wij doen wel het werk. Maar jullie maken mogelijk dat we het kunnen doen. En dat betekent dat jullie als kerk zeggen, dit jaar hebben we 75.000 zielen binnengehaald voor Jezus. Weliswaar niet in Nederland, maar wel in de wereld. Hè? De wereld is toch gewoon één, we hebben maar één wereld, toch? En ik wil jullie uitdagen om dit te doen met elkaar. En je vindt op je stoel ook een kaart. En er zijn verschillende manieren. Je kunt natuurlijk direct geven voor dit doel. Dat heb ik al met Roy afgestemd. Door het met de vermelding dat het voor een truck is, kun je het geven aan de Hope for You kerk. Maar je kan ook de kaart gebruiken die je op je... Het voordeel van deze kaart is dat we zetten je in het adressenbestand. En dat je ook persoonlijk op de hoogte blijft van de ontwikkelingen door de nieuwsbrief die we uitsturen.
Maar het maakt niet uit op welke manier. Maar het zou toch geweldig zijn dat we kunnen zeggen, Hope for You heeft de verantwoording voor 75.000 kostbare zielen gedragen en mogelijk gemaakt dat die worden binnengehaald. Onze droom is dat we uiteindelijk, want de afgelopen jaren raakte mijn budget op. Want de 100.000 elke maand, dat is zo spannend. En daarom wil het draagvlak verbreden. Maar dat is niet alleen het draagvlak verbreden voor wat wij doen. Maar we delen samen ook in de vreugde van de oogst. Amen. In Israël werd de oogstfeest altijd groot gevierd. En dan werden alle handen aan dek. Want weet je, de Bijbel zegt, de velden zijn wit om te oogsten. En wit betekent dat het zo zwaar is dat als er een storm komt, een herfststorm, dan valt het om en dan wordt het nat en dan rot het weg. Dat betekent, we hebben heel weinig tijd om de oogst binnen te halen. En we willen ons uiterste best doen om dat binnen te halen. En het zou geweldig zijn als dit huis van God zich daaraan verbindt. En bij deze wil ik aan publiek zeggen, Roy, ik nodig je uit met een team om India te bezoeken. En met Kingsley rond te gaan en ook zelf mee te oogsten. En je bent in Vietnam geweest, je bent in Pakistan geweest. Maar ik nodig je bij deze uit. Natuurlijk moet het gepland worden, snap ik wel. Maar bij deze staat de uitnodiging om dat te doen. Amen. Dus zullen we nu het moment nemen om de kaart. Dus als je een pen nodig hebt, steek je hand even omhoog. Doe je het via de eigen pot van de kerk ook goed, maakt niet uit. We gaan naar een lied luisteren en dan straks heb ik nog een paar andere dingen die ik graag wil vertellen. Kerk van de Heer. Kingsley heeft eigenlijk maar een paar dingetjes gezegd, maar ik wil een paar mooie prikkelende dingen zeggen over deze man. Want toen ik, hij hoorde over mij, maar had me niet gezien, van broeder de keizer. Die zal vanavond waarschijnlijk hier ook zijn. En zei, dat is een Nederlander, die gaat ook naar India. En toen sprak hij in CCZ. En toen ging mijn vrouw naar hem toe. Oh, mijn man gaat ook naar India. Dus dat is de tweede keer dat hij van me hoorde. Links en rechts. Maar ja, ik was er niet. De derde keer kwam hij net uit het station Vlissingen, terwijl ik mijn trein naar Schiphol moest pakken om een vlucht. Hij zei, Pastor Jaap, I was looking forward to meet you. I say, hello, goodbye, I need to catch my train. En dus er kwam nog niks. En het was pas een jaar later, of misschien twee jaar later, weet ik niet meer, dat hij met Rens de Keizer, de oude broeder de Keizer, bij mij thuis kwam, hier in Vlissingen. En dat we begonnen samen te werken. En dat is nu een kleine 20 jaar dat we elkaar kennen. Het is onvoorstelbaar wat God gedaan heeft. En toen ging ik naar India de eerste keer. En ik sprak in de kerk van zijn ouders. En wat deze man mij niet verteld had en wat hij nu ook niet verteld had. Ik sprak in die kerk over wezen en weduwe. Want ik was toen heel erg betrokken bij Kosovo. Ik was mijn boek aan het schrijven, Gods hart voor wezen en weduwe. En ik begon dus te spreken over wezen en weduwe. En zijn moeder zat voor in de kerk de hele tijd met een zakdoekje haar tranen af te vegen. En ik dacht, waarom doet ze dat? Wat raakt haar zo? En toen zei ze, ik moet met je praten, kunnen we even apart gaan? Dus ik zat met zijn moeder en ze vertelde mij, ik was zwanger van Kingsley. En toen kreeg ik een ongeluk. Ik reed achterop de brommer. En we werden aangereden door een grote bus. Ik rolde over straat. Ik werd naar het ziekenhuis gebracht. En de arts zei, ik heb goed en slecht nieuws. Goed nieuws is, je hebt alleen maar schrammen, je hebt niks gebroken. Slecht nieuws is, er is geen hartslag van je baby te vinden. Nou, dat is natuurlijk heel dramatisch nieuws als je voor het eerst in je leven in verwachting bent. En ze zei, geef mij een dag bedenktijd. Het was traumatisch en ze begon te roepen tot God. Zei, ik begon tot God te roepen. Ik zei, Heer, ik ben toch niet zwanger geworden om een dood kind te baren. En Heer, ik beloof u. Als mijn kind gezond geboren wordt, zullen wij voor wezen en weduwe zorgen.
En ik zat daar dat aan te luisteren. En op dat moment, ja, God sprak tot mij. Ik dacht, ja, dat moet je ook niet tegen God zeggen, want dan raak je hem diep in zijn hart. En toen deed God het wonder dat hij een paar maanden later kerngezond werd geboren. En dan heet hij ook nog eens een keer Kingsley Lazarus. Dus, misschien vindt hij het een beetje om dat zelf te vertellen, maar over Gods bijzondere weg. En toen zijn moeder zei, wij zullen voor wezen en weduwe zorgen, zei God tegen mij op dat moment van, ik heb hem niet alleen opgewekt voor zijn moeder, maar voor de belofte dat ze voor wezen en weduwe zouden zorgen. Eigenlijk werd zijn bestemming in het leven al door de belofte van zijn moeder vastgelegd. En vandaag de dag hebben we dan eerst bijna 1000 kinderen, maar nu op dit moment ook weer 1200, 1300 kinderen. En wie weet hoeveel er nog bijkomen die we mogen helpen. En toen ik dat verhaal hoorde, werd ik verbonden met heel mijn hart aan dit verhaal. Daar kan ik heel veel over vertellen, maar dat ga ik niet doen. Ik moedig je aan om het boek te lezen. Daar staat heel veel in wat ongezegd blijft in zo'n meeting als deze. Je zal ervan smullen om te zien hoe God op bijzondere manier werkt. En dan, deze dame hier, Anita. You're so special. Zij komt uit de allerlaagste kasten. De Dalits, de untouchables, de onaanraakbare. En haar ouders waren straatarm. Ze was nog maar een paar dagen oud. En de vader had wel een job, maar ze woonde in een hutje in de stad. En het was een moesson. En het was verschrikkelijke regen. Ze hing in een knap zakje aan een overspanning. Want de grond was ook nat. En haar moeder ging gauw even een boodschapje doen. Liet de baby in de tent achter, want er was niemand. En op dat moment, over Gods leiding gesproken, kwam er een heel rijk hindoe-echtpaar langslopen. En die hoorde Anita huilen. En die vrouw kon de verleiding niet weerstaan om toch even die tentdoek op te slaan en te kijken. En haar hart smolt toen ze die kleine baby zag huilen. En ze kon de verleiding niet weerstaan. Ze haalde die baby uit die knapzak en drukte het kind aan haar borst. En ze werd verliefd en ze dacht, wat voor perspectief heeft dit kind nou? En ze dacht, hoe kunnen we haar helpen? En met dat ze daar stond, komt haar biologische moeder terug. Die schrikt zich te pletten dat er hoge kasten hindoes in haar tentje staat. Wat voor gevolgen kan dat hebben? Maar zij was een kind van God. Ze zei, wees niet ongerust. Wij willen het allerbeste voor jou en je kind. Hier is geen toekomst. Ik vind je kind zo. Ik zou het wel willen adopteren. En schrik niet. Als je dat toestaat, dan adopteren we jou en je man erbij. En dan kun je bij ons wonen. Het lijkt net een assenpoesterverhaal, weet je. En ze zei, ja, ik moet wachten tot mijn man thuis is. Ik kan dat niet alleen beslissen. Maar ze hebben dit aanbod dankbaar aangenomen. En Anita ging dus van de allerlaagste naar de allerhoogste. Ik ben in het huis geweest van haar stiefouders, zogezegd. Die woonden, je zou kunnen zeggen, naast John de Mol. Hè? Bij wijze van spreken, ja. Ze kreeg de allerbeste opleidingen. Haar stiefmoeder was een fantastische zangeres, een filmzangeres. Maar ook een kind van God. En Anita kreeg liefde om te zingen. En vandaag de dag, als je op YouTube zoekt, Anita Kingsley, dan zul je zien, haar liederen soms hebben meer dan 1 miljoen views. In India met name. En zij gaat vanavond ook de worship leiden in dit huis. Amen. And I would like if you sing at least your own choice, one of your songs in your own language, so that they can have a taste of of your language. Amen. En dan, wat gebeurt er dan? Dan wordt er gezocht naar een verbinding. En deze twee mensen, want ook Kingsley at uit het riool als kleine jongen, zo arm waren ze. I'm telling them you were eating from the open gutter, the food. En vandaag de dag samen zorgen ze voor duizenden kansloze kinderen en weduwen.
En dat niet alleen, want we rollen van het ene project in het andere en vernamen de Dalits. En wat gebeurde er? Kingsley zei, in dat gebied is geen ziekenhuis. U hebt het kort filmpje gezien. En hoe God werkt, begint met een visie. Sommigen kunnen kijken, maar ze zien niks. Anderen zien iets, terwijl er niks te zien valt. Wij zijn van dat soort mensen. We zeggen, wat zien jullie dan? Dat is wat we visie noemen. En de visie was om een ziekenhuis te bouwen. En wat deed God? Er was een hele rijke hindoeman. En deze hindoeman kreeg corona en werd opgenomen in een christelijk ziekenhuis. En in de coma toestand kreeg hij een ontmoeting met Jezus. En Jezus zei tegen hem, ik ben je redder, ik ben je verlosser en jij gaat genezen. Maar ik wil, als je hersteld bent, dat je een zegen wordt voor je communiteit, voor je stad, voor je regio. En de man kwam dus wederom geboren uit de coma. Waar een coma al niet goed voor is. En hij dacht, hoe moet ik dat doen? En toen hoorde hij dat wij een ziekenhuis wilden bouwen. En wat gebeurde er? Hij dacht, ik ben in een christelijk ziekenhuis. Gered van de dood door Jezus. Wat is er beter dan dat ik hun help om een ziekenhuis te bouwen? Ik heb een heel mooi stuk land, ook op de toplocatie voor een ziekenhuis. En hij doneerde het land aan ons. Over hoe God dingen organiseert. Hij is de grote regisseur, zou een van mijn vrienden zeggen. En toen hebben we dat wereldkundig gemaakt in onze nieuwsbrieven. En een van onze Nederlandse sponsors, die heeft al vaak tegen mij gezegd, Jaap, als je geld nodig hebt, dan moet je mij bellen. Maar dat doe ik nooit. Dat vind ik gênant, dat durf ik eigenlijk niet. Maar dan leest hij de nieuwsbrief en dan reageert hij uit zichzelf. Dus hij had het gelezen. Hij zei, ik ga je sponsoren voor het ziekenhuis. Je krijgt van mij 1 miljoen. Dus toen kregen wij 1 miljoen. En toen zijn we begonnen met bouwen. Maar na de eerste trench, we hebben het in 4 porties gedaan, belde hij mij op. Hij zei, kun je in het ziekenhuis ook een afdeling doen voor melaatse? Ik zei, nee, dat gaat niet in India. Want er is zo'n angst voor melaatsheid. Als we een melaatse afdeling doen in het ziekenhuis, komt er niemand naar het ziekenhuis toe. Hij zegt, ja, maar die mensen kun je toch niet laten stikken? Kunnen we dan die mensen niet op een andere manier helpen? Kun je niet een kliniek bouwen in de melaatse kolonies? Ik zei, ja, ik denk het wel, maar ik moet met Kingsley overleggen. Dat is zo gedaan. Ja, dat kan. Hoeveel kost het? 50.000 euro. En hoeveel van die dorpen zijn er? Ja, 12. Hij zei, oké, dan sponsor ik 12 klinieken. Dus het was nog een keer 600.000 euro. Die man heeft ons al meer dan 4 miljoen gegeven, denk ik, hoor. Ook voor andere dingen. Maar nou komt het januari dit jaar. Ik had hem uitgedaagd om met mij mee te gaan. En te zeggen van, kom nou eens zien wat we met je investering hebben gedaan. En uiteindelijk wist ik hem te overtuigen om met me mee te gaan. Maar hij ging maar 2 dagen. En in het ziekenhuis, hij was in tranen toen hij het ziekenhuis. Maar het ziekenhuis was alleen maar een gebouw. Waar er nog helemaal geen enkel medische instrumenten, niks niet. Kingsley had al een berekening gemaakt wat we allemaal nodig hadden. Apparatuur en we hadden een heel, zeg maar, een soort boekje gemaakt met alle apparaten en de prijzen voor refurbished topkwaliteit apparaten. 750.000 euro. 'S ochtends om 6 uur klopte deze man op mijn deur en zei, ja, ik moet nu weg. Maar ik wil je even zeggen, ik sponsor alle apparaten. En dat heeft hij ook gedaan. En toen is Kingsley alles gaan kopen. En ik wil je nog 1 filmpje laten zien. Dit ziekenhuis waar gratis medische zorg wordt gegeven aan de meest verwaarloosde bevolkingsgroep in India. De Dalits krijgen alle hulp die ze nodig hebben in dit ziekenhuis. Geniet met ons. And so now the building is finished, we pray. The word Rafal means the Lord is your healer.
my prayer that many people find their way here to get the care that they need. The hope of the gospel has been spread in this region. I wish you a lot of benefit from this beautiful hospital, and it's unbelievable. And I like to thank Kingsley and his team, all the workers, all the people that gave the best to make such a beautiful hospital. And there's little Anais somewhere around in the building. And of course, this is our friend Mark from the Netherlands, from Europe, who has been of a great help for us. En we geloven ook in wonderen. Dus niet alleen medische zorg. En we zien ook, I'm telling them, we also see miracles. Supernatural miracles. But this is supernatural provision of God. We zouden nog veel meer kunnen vertellen, maar ik denk dat het voldoende is voor vandaag. Ik wil je uitdagen om God te geloven. Ik sta hier net als Kingsley als een bewijs. Ik was een drugsverslaafde. Ik was een waardeloze niksnut, om het zo maar eens te zeggen. Maar God dacht, ik kan die jongen wel gebruiken. En als ik zie hoe God mij nu gebruikt, alle eer aan hem. Dan is er ook hoop voor jou. Wie je ook bent. Er is hoop voor jou. God kan iedereen gebruiken. Ik zeg altijd, als God kan spreken door een ezel, dan kan hij ook door mij spreken. En dus ook door jou. Wees hoopvol en verwachtingsvol. Maar wees beschikbaar. God kijkt niet naar vaardigheid. Hij kijkt naar bereidvaardigheid. Hij heeft vaardigheden genoeg. Hij zoekt niet naar vaardigheden. Want die kunnen trots worden hoe slim je bent en hoe je alles kunt regelen. Ik zou je zeggen, lieve mensen, ik sta hier en ik kan getuigen samen met Kingsley. Wij hebben al deze plannen niet van tevoren bedacht. We hebben gewoon elke dag gewoon gedacht, vandaag kan ik dit doen. Misschien kan ik morgen dat doen en de volgende dag dit. En we hadden licht voor een dag. Maar als we terugkijken, zien we de bovennatuurlijke leiding van God in ons leven. Alle eer aan hem. Ik had het zelf nooit zo kunnen bedenken. En soms leidde hij ons op een weg, net als Egypte, naar de Rode Zee, dat je denkt, hij heeft ons fout geleid, nu zitten we in de val gelokt. Maar God gebruikt ook die schijnbare misleidingen als zijn leiding om juist nog meer grote wonderen en tekenen te doen. En daar kan ik van getuigen, samen met mijn vrienden. En ik geloof, er is hoop voor dit huis. En ik zei tegen Roy gisteravond, en daar wil ik mee afsluiten. Dit hoorde ik van een andere prediker en ik dacht, oh, hoe waar is dit? Hij zei, daar is a transfer of anointing through connection. Zo zei hij het. Er is een overdracht van zalving door verbondenheid. Hij zei, Petrus gooide het net aan de andere kant. Moet je je voorstellen, zijn vader, zijn grootvader, zijn overdracht, er waren allemaal vissers. Zij wisten heus wel hoe ze moeten vissen. En dan vingen ze een keer helemaal niks. Hè? Wat een teleurstelling. En dan zegt ook nog iemand die eigenlijk timmerman is, gooi je net aan de andere kant. Ja, dat doe je toch niet? Je weet toch hoe het moet? En je doet het ook niet overdag, je doet het 's nachts. Maar Petrus gehoorzaamde Jezus. En er waren 153 grote vissen. De boot zonk bijna. En toen kwamen de andere boten om te helpen. En zij deelden in de overwinning. En door de verbinding met Petrus deelden zij in de zegen van de oogst. En ik geloof ook dat als wij ons aan elkaar verbinden, Hope for You en Abba Childcare met Kingsley, dat jullie als gemeente ook samen delen in de oogst. Want hij is te groot voor onze boot. We hebben meer boten nodig die zich willen verbinden. Maar die mogen dan ook delen, die mogen ook die vissen binnenhalen tot eer van onze God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Anything else you want to say? Now, tonight, Anita is going to
lead the worship. Let me pray for you. Hemelse Vader, dank u wel voor deze bijzondere morgen. Dank u wel, Heer. Ik blijf me verbazen, ook al is het werk waar ik zelf bij betrokken ben, als ik zie hoe u keer op keer ons verrast en overweldigt met voorzieningen die we zelf nooit hadden kunnen bedenken, Heer. U zegt het in uw woord, wat in geen mensenhart is opgekomen, heeft hij bedacht. Wat je niet kunt bedenken, heeft hij voor ons in petto. En we zien dat nu gebeuren, Vader. En ik geloof, dit is waar voor ons allemaal. Heer, en ik wil de kracht van dat woord vrijzetten over dit huis en over de kinderen van dit huis. Heer, dat u ons gaat verrassen, dat u hoop voor u gaat verrassen met bovennatuurlijke voorzieningen en wonderen. Heer, dat er groei zal zijn, dat het gebouw te klein zal zijn. Heer, niet alleen de zielen die door de verbinding met ons, maar ook in het huis zelf. Heer, dat er een probleem is van ruimtegebrek. Om al die kostbare vissen die gevangen worden, geherbergd kunnen worden, Vader. Dank u wel. Ik wil dit vrijzetten, dit woord. Ik wil een zegen daarover uitspreken. En vanmorgen in de gebedsruimte zag ik de stuwmeer met dat gat. Maar ik zag eigenlijk dat het gat in één keer doorbrak en die hele stuwmuur helemaal wegviel. Nu zit het alleen nog maar een gat, maar moet je voorstellen dat ding helemaal kapot breekt. En de volle kracht van het hele meer in het dal stroomt en het dal wordt bevochtigd. En er is vruchtbaarheid, er is zegen. En dat wil ik vrijzetten over dit huis. Wil ik vrijzetten over Roy en Anita, over het team en alle die zich verbonden weten in dit huis. Heer, dat deze plek te klein zal zijn om de glorie te bevatten en om de mensen te bevatten die komen om te delen in de zegen van het evangelie, Vader. Dank u wel dat we dit zo aan u mogen opdragen. In Jezus' wonderbare naam. Halleluja. Amen. Find him closer than a brother. Oh, you're